Jullie zijn vandaag degene die ons gaan laten zien wat jullie allemaal voor een mooie ondernemende plannen hebben uitgedacht en ook uitgevoerd. Ik ben daar echt heel blij mee om te zien wat er allemaal is. Ik liep net even vluchtig langs, maar dat gaan we zo meteen nog meer doen. Ik wil een bijzonder welkom heten. Jou, Jan. Jan Vreugdeheel, directeur-eigenaar van Vreugdeheel Dairy Foods, als ik het goed zeg. Ja hoor, ja? Zeker. Ja. En misschien kan je heel even kort 2 minuten iets zeggen nog aan ons van, als ondernemer. Ja, zeker. Ja. Nee, ik vind het superleuk dat ik gevraagd ben om deel uit te maken van de jury die jullie gaan beoordelen voor de Ondernemersprijs 2018. We zijn zelf natuurlijk ook altijd bezig als bedrijf van hoe kunnen we ons onderscheiden van de concurrenten. Hoe zorgen we ervoor dat er toekomst is voor ons bedrijf. Dus ik ben ook erg benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken, welke ideeën jullie bedacht hebben. En niet alleen welke ideeën bedacht hebben, maar ook hoe ga je het uitvoeren en waarom is jouw idee of jouw bedrijf beter dan die van een ander. Dit is jullie openingsaanbod, of niet? Ja, juist. We hebben gewoon heel veel merkschoenen te doen. Ja. Niet veel winkels hier in Nijkerk doen. Dus net voordat je de winkel uitging, dat zou wat mij betreft de nummer 2 worden. Ja, ik verbaas mij dat die trouwens hier ook niet bij zit, want die hadden echt een leuke Hollands en het Amerikaans. Ja, dat, en dat zou Davy en Luc nummer 3 worden. Nou jongens, het viel niet mee om het te beoordelen, daarom duurde het ook zo lang om weer naar beneden te komen. En het was super om al jullie ideeën en stands en uitwerkingen te zien. Alle dossiers die jullie gemaakt hebben, logo's die jullie gemaakt hebben, naamkaartjes die jullie gemaakt hebben. Er zaten ook grote verschillen tussen de verschillende initiatieven, hoe dat uitgewerkt was of wat beperkter uitgewerkt was. En dan eindigen we bij de nummer 1 en dat is Candy for You geworden. Er is weinig investering nodig om je inkopen te doen en snoep te kunnen verkopen. Het idee wat ze hebben is origineel. Niet het snoep wat je overal kan krijgen, maar het snoep van vroeger. Een beetje het vintage-achtige. En daarnaast het snoep vanuit andere landen, hè, vanuit Amerika. Het idee is origineel. Er is weinig geld nodig om te kunnen gaan beginnen. En voor de rest de uitwerkingen qua logo, de t-shirts die van voor en achter gefotografeerd zijn. Ja, was fantastisch gedaan. Dus een terechte nummer 1. Gefeliciteerd. We hebben echt allemaal gave dingen gezien. Dus ben je niet bij die top 3 geëindigd, dan zeggen we niet dat het niet goed was. Maar zeggen we zeker dat jullie allemaal stuk voor stuk gegroeid zijn.